Mag ik een warm welkom voor de leider van GroenLinks? Dat is Jesse Klaver. Jesse Klaver. Wat ben ik blij om jullie allemaal te zien en ook daar achterin. Kunnen jullie het goed zien en horen? En aan het geroezemoes te horen daarachterin hebben jullie het goed naar je zin. En dat is precies wat nodig is. Vrienden, ik ben altijd blij als er congressen zijn, maar nu helemaal. Omdat we zoveel dubbelleden ook vandaag hier extra welkom mogen heten. En ik zie er een aantal staan. En u kent misschien mijn liefde voor Bram van Ooyik. En ik hou mijn liefde graag exclusief, maar deze deel ik heel graag. Ik wil jullie meenemen naar een heel belangrijk moment. Anderhalf jaar geleden ongeveer. Het was juli. Het was een beetje sombere dag in juli. En ik had met Lilian Ploemen afgesproken. We zaten... Ja, voor Lilian mag je juichen hoor. Ja, ja. Ik had met Lilian afgesproken, want we zaten midden in die ellenlange formatie. Het woord linkse wolk was voor het eerst gemunt. En wij hielden elkaar vast. En we dachten, we moeten even met elkaar spreken buiten de hek van Den Haag. Buiten die formatietafel, buiten de camera's, buiten al die mensen die altijd iets van je willen. Om de vraag te beantwoorden, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Is dat wij elkaar vasthouden tijdens deze formatie een strategisch onderhandelingstrucje? Of is het iets fundamentelers? En ze nodigden me uit, niet thuis. Zo close waren we nog niet, dacht ik. Maar eigenlijk veel intiemer in haar volkstuin. In Amsterdam-West. En je moet je voorstellen, dat is aan de rand van Amsterdam-West. Prachtige plek, ik kwam daar aan. Lilian die heet mij welkom bij het begin van die volkstuin. En we lopen naar haar tuintje toe. Niet groot, niet klein, maar heel mooi. Met een hekje waarvan ze zei, oh, die ga ik echt repareren. Waarvan ik zeker weet dat hangt nog steeds scheef. En een tuinhuisje in. Ik weet niet waarom ik het heb onthouden, maar dat was blijkbaar heel belangrijk. Zweeds groen. En het was wat slecht weer. Dus we gingen binnen zitten. En ik weet nog goed welke datum het was. Het was 12 juli. En dat was de verjaardag van Lilian. En ze had gebak geregeld. Niet het minste gebak, het was heerlijk. We dronken koffie en we praten met elkaar over... wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En wat we daar tegen elkaar uitspraken... was dat, en wat we eigenlijk voor afspraak maakten... ook als de formatie niet lukt... dan houden we elkaar vast, ook in de oppositie. Juist dan. Omdat we een afspraak maakten die veel groter was dan die hele formatie. We spraken met elkaar af... Wij gaan bouwen aan een nieuwe linkse beweging. En dat is wat we vandaag hier zien. En dan stel je elkaar ook de vraag, is dit nou het beste voor de Partij van de Arbeid? In alle eerlijkheid, geen idee. Is dit het beste voor GroenLinks? Ik zou het niet weten. Maar wat we toen concludeerden en wat ik vandaag 100% zeker weet, onze samenwerking is het beste voor Nederland. En het bouwen van zo'n nieuwe linkse beweging voor Nederland... Dat is niet alleen een project van het bij elkaar brengen van partijen en politici en leden zoals vandaag. En dat is, en vergis je niet, een ideologisch project. En dat is hard nodig. Want onze groene en sociale idealen, die hebben een gemeenschappelijke vijand. Het doorgeslagen kapitalisme. Een economisch systeem dat van alles de prijs kent, maar van niets meer de waarde. En laten we daar wat dieper op ingaan. Door een sector te pakken die tot een van de meest vervuilende van de wereld behoort. De fashion-industrie. De kledingindustrie. Er wordt weinig over gesproken, maar het is een industrie waarin miljarden omgaan.
waarin geld wordt verdiend als water door bedrijven als Primark, H&M, Zara. En zij produceren hun producten. Vaak aan de andere kant van de wereld, in China, in Bangladesh, in India. Waar mensen werken in sweatshops 60 tot 90 uur per week tegen erbarmelijke omstandigheden. Waar nog steeds kinderarbeid wordt waargenomen. Die industrie gebruikt 1,9 miljard liter water. Dat is bijna net zoveel als het bier wat gedronken werd met carnaval over 3 weken in Brabant. En daarmee vervuilen ze niet alleen het milieu in die landen, maar ook de gezondheid van al die mensen die daar werken. En als die kleren dan geproduceerd zijn, gaan ze in grote schepen op weg over de hele wereld, ook naar de Rotterdamse haven. Uitbuiting van mensen en vervuiling van de aarde gaan hand in hand. En als die producten hier in Nederland aankomen, dan gaan ze naar distributiecentra. Die lelijke dozen die ons land hebben vervuild. Die kostbare landbouwgrond hebben ingenomen. Daar werken mensen tegen slechte arbeidsomstandigheden, tegen lage lonen. Vaak arbeidsmigranten die nog een beetje extra worden uitgebuit. En die werken daar vaak tot diep in de nacht pakketjes te sorteren. Voor consumenten, gewoon voor mensen zoals u en ik. En als die pakketjes dan thuiskomen en die broek blijkt toch niet te passen omdat je wat bent aangekomen. En je stuurt hem terug. Dan is de kans groot niet dat hij opnieuw wordt verkocht, maar dat hij wordt vernietigd omdat dat goedkoper is. Uitbuiting van de aarde en uitbuiting van mensen gaan helaas hand in hand. En dat vraagt een links en progressief antwoord hier in Nederland en wereldwijd. En het gaat nu veel over de tweestrijd tussen de PvdA en GroenLinks enerzijds en de VVD. En dat is waar, die is er. Maar het gaat veel dieper dan een strijd tussen een paar partijen of een paar politici, wie je wel leuk vindt of niet leuk vindt. Dit is een ideeënstrijd. En die ideeënstrijd die moet worden gewonnen. Het is een grote strijd tussen kapitaal en arbeid. Het is een strijd tussen marktwerking en samenwerking. Het is een strijd tussen de winst van fossiele bedrijven en de toekomst van onze planeet. Want vergis je niet, hè? Ik hoor steeds vaker VVD'ers best groen praten, maar het is greenwashing. Het enige klimaat waar de VVD zich echt zorgen over maakt, dat is het klimaat in hun wijnkelder. En die ideeënstrijd die is er niet alleen in de politiek. Die zien we ook in de samenleving. Die zien we als de activisten van Extinction Rebellion de A12 bezetten omdat ze zeggen genoeg is genoeg. En we zien het bij de verkoopsters van de Bijenkorf die zeggen die winsten die worden gemaakt, die moeten niet alleen gaan naar de aandeelhouders, wij willen ons eerlijke deel daarvan zien. En we zien het bij de buschauffeurs die volgende week gaan staken. En die zeggen, die niets liever willen dan hun passagiers op tijd op de plek van bestemming krijgen. Op school of op werk. Maar die zeggen, genoeg is genoeg. Het OV is te ver uitgekleed. Mijn arbeidsvoorwaarden zijn te ver uitgekleed. Wij gaan staken. En je ziet het ook hier in Brabant bij duurzame boeren die tegen de stroom in zeggen, ik ga het toch anders doen. Vrienden, vrienden, dat we hier vandaag met zoveel bij elkaar zijn, dat is voor mij een absoluut teken van hoop. En op 15 maart dan kiezen we onze Provinciale Staten. En daarin vormen we de basis, gaan we daarvoor voor de nieuwe besturen in die provincies. En dat is cruciaal. Omdat het namelijk echt verschil maakt wie er in dat bestuur zit. Is dat de VVD met zijn rechtse en soms zelfs extreemrechtse vriendjes? Of zijn wij dat als de grootste met onze progressieve bondgenoten om ervoor te zorgen dat er stikstofbeleid komt dat eerlijk is voor boeren, maar ook de biodiversiteit en de natuur in Nederland herstelt? 15 maart doet het toe!
En 15 maart zijn de provincies belangrijk, maar niet het enige. We schaten ook over de Eerste Kamer. En dat is cruciaal. Want in de Eerste Kamer bepalen we wie het voor het zeggen krijgt in Nederland. En als je echt wil dat het minimumloon in Nederland omhoog gaat, maak ons de grootste. En als je wil dat meer miljonairs belasting gaan betalen, maak ons de grootste. En als je politici wil die geen goed weershow opvoeren, maar gewoon de stikstofcrisis aanpakken, maak ons de grootste. Maak ons de grootste. En we kunnen fossiele subsidies afschaffen. Maak ons de grootste en we maken een einde aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En maak ons de grootste en dan beloven we jullie dat we Oekraïne nooit in de steek zullen laten, hoe lang deze oorlog ook duurt. Anderhalf jaar geleden zaten we met z'n tweeën in een tuinhuisje. En een paar weken later zaten we met z'n zeventienen in een gezamenlijke fractievergadering. En weer een paar maanden later stond ik samen met Atje, samen met 300 anderen in Arnhem. En vandaag zijn we met 3000 mensen bij elkaar hier in Den Bosch. En niet anders, dit is hoe verandering begint. Van heel klein naar heel groot. En ik moet ook vaak denken aan de les die mij altijd door het leven heeft geholpen. En die ik zelf heb geleerd en die ik nog iedere dag aan mijn kinderen probeer duidelijk te maken. Waarvan ik hoop dat ik het kan overbrengen. Laat je nooit vertellen dat iets niet kan. Het enige wat tussen jou en je dromen staat is je angst om te falen. En laat die angst los. En alles is mogelijk. En het feit dat wij hier met zoveel bijeen zijn, laat zien dat er volgens mij heel veel mensen in onze partij zijn. Die, ondanks dat het spannend is wat we nu aan het doen zijn, toch zeggen, we wagen het erop. En misschien voelt het klein, maar het is moedig wat jullie allemaal stuk voor stuk doen. En dat we hier met elkaar zijn. En ik ben er dan ook van overtuigd dat 15 maart een hele mooie dag gaat worden. Maar dat komt niet vanzelf. Ik zeg namens Atje, wij zullen de benen onder ons lijf vandaan lopen om campagne te voeren. En namens al die lijsttrekkers van PvdA en GroenLinks in de provincies, ze zullen geen nacht meer slapen, alleen nog maar campagne voeren. Maar dat is niet genoeg. We hebben jullie nodig. En ik vraag jullie nog harder campagne te voeren dan normaal. Door langs de deuren te gaan, naar de pleinen en naar de markten en je online te laten horen. Want als we laten horen en zien waar we voor staan, als we laten zien dat er een perspectief is en een toekomst en dat verandering mogelijk is op 15 maart, dan ben ik ervan overtuigd dat 15 maart niet een verkiezingsdag is, maar een keerpunt voor Nederland. Dank jullie wel. Atje. Zeker wel. Paul en Marlie. Er zijn Jesse Klaver uit je kuiken, daar is geen loonkloof tussen. En hier schuiven aan Meili Vos en Paul Rozemuller. Zogenaamde fotomoment. Er zijn ook heel veel mensen die fotograferen nu je rug, ook mooi. Dames en heren. Dit zijn degenen die het gaan doen op 15 maart. Het is groot en prachtig. We gaan ervan uit dat de foto's zijn genomen en dat het allemaal gaat lukken. Ik wens jullie allemaal veel succes. En ik zou zeggen, neem een biertje, neem een borrel, neem iets anders te drinken en blijf hier. Want hier gaan mooie dingen gebeuren. Daar staat een van de beste live bands van Nederland. Ik zou zeggen, draai je om, draai je die kant op en ga die kant op. Het was mij een groot genoegen en een eer. Ik wens u veel plezier met Gallo Street.